Sjoemelen met uitkeringen. Bij de meeste boetes is er helemaal geen sprake van bewuste fraude, zegt de Nationale Ombudsman. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je een fout maakt die je niet opzettelijk maakt. En die mensen worden op dezelfde manier gestraft. En verder in het nieuws vandaag. De hoogste militaire onderscheiding uit handen van de koning voor bewezen moed in Afghanistan. Een blanke agent vrij uit na het doden van een zwarte verdachte. New York heeft nu zijn eigen Ferguson. Goedenavond. Hij was bedoeld om fraude in de sociale zekerheid aan te pakken. De fraudewet. Met hoge boetes voor mensen die meer geld krijgen dan waar ze recht op hebben. De Nationale Ombudsman onderzocht hoe die wet in de praktijk uitpakt. Zijn conclusie? Niet best. De echte fraude is er niet harder door aangepakt. En het neveneffect is geweest dat een heleboel mensen die niet de bedoeling hadden om te frauderen hier zwaar door worden getroffen. Volgens de ombudsman is er in zo'n 70% van alle gevallen waarin een boete wordt opgelegd helemaal geen sprake van bewuste fraude. Bijvoorbeeld, een vrouw is een paar dagen te laat met het doorgeven van een wijziging omdat ze haar DigiD-wachtwoord kwijt is. Ze belt daarover met het UWV, ze krijgt een boete. Ander voorbeeld, een man met een krantenwijk en een aanvullende uitkering meldt iedere maand zijn gewerkte uren. Toch krijgt hij een boete, want het UWV is de opgegeven uren kwijt. Of deze, een man krijgt AOW met partnertoeslag. In het bericht daarover staat dat er al rekening is gehouden met het inkomen van zijn partner. Dat is niet zo. En dus een boete. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling allemaal, toen deze wet werd bedacht. De fraudewet werd ingevoerd door het eerste kabinet Rutte om misbruik van gemeenschapsgeld hard aan te pakken. Wat wij nu zeggen is dat als je dat doet, als je 1.000 euro gefraudeerd hebt, dan betaal je om te beginnen die 1.000 euro terug en daarna krijg je nog een keer 1.000 euro boete. Ja, en als je dan daardoor in de problemen komt, dan is dat dus je eigen schuld. De ombudsman stelt nu vast dat bij ruim 2/3 van de opgelegde boetes geen sprake is van kwade opzet. Veel mensen vinden de boetes onbegrijpelijk. Ik ben boos tot nu. Ik ben boos. Dat heb ik de boete betaald. Ik heb alles terugbetaald, maar ik ben nog boos. Meneer Melhem kreeg een boete van meer dan 400 euro. Hij schaamt zich voor zijn situatie en wil niet met zijn gezicht in beeld. Belandde door een ongeluk op zijn werk in een rolstoel en is nu afhankelijk van een uitkering van de sociale dienst. Zijn geld wordt beheerd door het maatschappelijk werk. Er kwam een belastingteruggave. Wij krijgen de post niet van mensen, we krijgen wel het geld binnen. Dus we hebben niet, een collega die het budgetbeheer heeft niet in de gaten gehad dat het geld eigenlijk naar sociale dienst moest. Dat schrijft de Belastingdienst ook niet, hè? Dat moet je zelf interpreteren. Dus dat hebben we ook uitgelegd aan de sociale dienst hoe het gelopen is. En desondanks is er een boete opgelegd. Daarnaast ben ik nog met meneer in bezwaar gegaan en wordt bij een bezwaarschriftencommissie uitgelegd. En het standpunt van de sociale dienst is gewoon van er is te veel verstrekt, dus een boete. Het is standaard, je krijgt te veel uitkering, dus een boete. En je ziet gewoon dat het merendeel zijn het administratieve vergissingen, mensen die iets vergeten, het te laat opgeven van iets. Die wet is geschreven voor mensen die niet deugen, simpel gezegd. En de mensen die wel deugen worden juist met die wet gepakt. Dat is eigenlijk waar het nu op neerkomt. Minister Asscher van Sociale Zaken zegt dat hij gaat kijken naar de fraudewet en naar de uitvoering daarvan. Geen boringen naar schaliegas in Nederland in deze kabinetsperiode. Voor de VVD komt dat als een verrassing en ze zijn er ook geërgerd over. De Partij van de Arbeid heeft boren naar schaliegas gisteren geblokkeerd met steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Deze omstreden vorm van gaswinning is voorlopig van de baan. Bewoners van Haren en Bokstel protesteerden tegen de proefboringen in hun gemeente. Het kabinet stelde die tot volgend jaar uit voor onderzoek. Schaliegas is omstreden omdat bij het boren veel chemicaliën gebruikt worden om het gas uit het gesteente los te kraken. En onduidelijk is wat daarvan de gevolgen voor het milieu zijn. En bij boringen in de VS blijkt ook dat gas ongecontroleerd vrijkomt. Dus wij vinden schaliegas helemaal niks. En er komt een moment dat je daarover de knoop moet doorhakken. Dat heb ik dan gedaan gisteren en gezegd, nou, we gaan er niet aan beginnen. Is nou toch de consequentie van zijn standpunt dat een kabinet met de Partij van de Arbeid niet zal gaan besluiten tot het boren naar schaliegas? Ja. Maar dan is dus nu het schaliegasbeleid van dit kabinet ter ziele. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van schaliegas nog. Coalitiepartner VVD voelt zich daarom overvallen en wil er verder weinig over kwijt. Het nieuws zal morgen niet gaan, voorspel ik u, over klimaat. Het nieuws zal gaan over schaliegas. En dat, voorzitter, is bijzonder spijtig,
een debat over klimaat en we eindigen met een debat over één fossiele brandstof. De VVD wilde heel graag dat onderzoek afwachten, dat mag ook. Wij zijn ook niet tegen onderzoek, maar wij weten wel, het hoort niet bij de toekomst van Nederland, dus we gaan er niet aan beginnen. Volgend jaar zomer komt het kabinet alsnog met de onderzoeksresultaten, maar de PvdA heeft haar conclusies al getrokken. Ron in Den Haag, ja, hoe ziet het nou, Ron? Is het nou over en uit met schaliegas? Nou, misschien niet voor in de eeuwigheid, maar voorlopig zeker wel. Tijdens het kabinet Rutte, wat er nu zit, komt het onderwerp niet meer serieus op tafel. Dat zal dan op z'n vroegst pas gebeuren in een verkiezingscampagne en een daaropvolgende kabinetsformatie, maar eerder niet. Nee, we zagen net bij de VVD irritatie daar, hè, behoorlijk geïrriteerd. Daar willen ze wel door met schaliegas. Nou, die partij loopt ook niet echt voorop als het om schaliegas gaat. Maar daar is de redenering wel van, ja, je kan het maar nodig hebben als er bijvoorbeeld een grote internationale energiecrisis uitbreekt. Dan is het wel handig om te weten wat er hier nog in de grond zit en hoe je dat eruit krijgt. En de irritatie zit hem vooral in het feit dat de VVD gisteren eigenlijk compleet verrast werd door de Partij van de Arbeid. En met name Samson, die maakte een fout, die verscheen op de radio, niet goed voorbereid en noemde terloops dat Partij van de Arbeid standpunt geen boringen. Was een grote verrassing bij de VVD. Samson kon daarna natuurlijk ook niet meer terug. Dus hij moest het ook wel vastleggen in een uitspraak voor de Tweede Kamer. De VVD vindt het heel vervelend. Laat er geen bloed uit vloeien. Maar de redenering is wel, ja, dit moet Samson een keer terugbetalen. Maar voorlopig heeft hij wel zijn zin op dit punt. Ja, precies. Hè? Op een dag die eigenlijk zo vervelend voor hem begon, als je kijkt naar de opening van de Telegraaf vanochtend. Ja, in de krant uitte die op nogal ongebruikelijk hoge toon zijn onvrede over hoe het hier in Den Haag soms gaat. Meer aandacht voor het spelletje dan voor de inhoud. En hij deed dat op een dusdanig manier die zeker voor een politiek leider van een partij, een regeringspartij, niet gebruikelijk is. Wat je dan vervolgens ziet is de vraag, heeft dit politieke gevolgen? Nou, niet direct. We horen wel uit de PvdA-fractie het geluid. Het was allemaal niet zo handig van hem. Dit hoort eigenlijk niet bij een politiek leider. Maar politieke gevolgen heeft het daar in ieder geval niet. Ze willen daar vooral moedig voorwaarts bij de Partij van de Arbeid. Maar wel zijn er natuurlijk zorgen over Samson. Want ja, iedereen ziet, hij staat onder grote druk. En hij weet niet altijd de rust te bewaren. Nee, duidelijk. Dankjewel, Ron. Ja, op datzelfde binnenhof werd hij vanochtend uitgereikt. De hoogste en oudste militaire onderscheiding die Nederland kent. De militaire Willemsorde voor bewezen moed, beleid en trouw, zoals het officieel heet. Voor heldhaftig optreden in Afghanistan, om heel precies te zijn. Uit handen van de koning met groots ceremonieel. Onverschrokken, doortastend, heldhaftig, koelbloedig en dapper. De complimenten vlogen hem om de oren, maar majoor Gijs Tuinman bleef strak voor zich uitkijken, zoals dat hoort. Pas na afloop van de ceremonie kon hij zichzelf zijn. Emoties die hier op dit moment nog steeds door mijn hoofd heen. Het weerzien met alle kameraden van vroeger, ja, dat is onbeschrijfelijk. Confirmed, 3x enemy killed in action. Dit is de echte wereld van Tuinman, aan het werk in Afghanistan. Hij ging er 5 keer op missie en gaf leiding aan speciale operaties in vijandelijk gebied. In september 2009 lopen hij en zijn mannen in een hinderlaag. De kogels van de Taliban vliegen hen om de oren. Bij de beschietingen raken ze iemand kwijt, Kevin van der Rijt. Kapitein Tuinman weerstaat de emotionele druk om onmiddellijk terug te gaan en weet eerst luchtsteun te organiseren van Nederlandse Apaches. Vervolgens rukt een reddingsteam uit, dat onder vijandelijk vuur de zwaargewonde korporaal van der Rijt weet terug te brengen, zonder verdere verliezen. Je laat geen man achter. Dat is moed, dat is beleid, dat is trouw. Kevin sneuvelt in de strijd. De koning noemt deze actie als een van de voorbeelden waarom Tuinman de orde heeft verdiend. Met een ferme klap op de schouder, de ridderslag, werd de militaire Willemsorde bekrachtigd. Tuinman moet een boegbeeld voor defensie worden. Marco Kroon, die Tuinman hier welkom heet in de orde, weet hoe zwaar die last kan zijn. Mars. Hij kreeg 5 jaar geleden een Willemsorde vanwege zijn uitzonderlijke moed. En dan Rusland. Rusland buigt niet. Niet voor internationale sancties en ook niet vanwege de lage olieprijs. Dat was de boodschap van president Poetin in zijn jaarlijkse reden voor het parlement. Ondanks de barre economische tijden in Rusland was hij een en al strijdlustigheid.
Мы сами никогда не пойдем по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности поиска врагов. Это все проявление слабости, а мы сильны и уверены в себе. Rusland leidt zwaar onder de westerse sancties tegen Moskou. Dat gaf Poetin niet toe, maar wel wil hij dat er meer geld in de Russische economie wordt gepompt, desnoods zwart geld. Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию. Именно полную. Это значит, что если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии. Ondanks de economische tegenslagen klonk Poetin dus strijdbaar. А сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для нас и новые возможности. Мы готовы принять любой вызов времени и победить. Спасибо. Poetin schrapte eerder deze week al het idee voor een nieuwe pijpleiding voor Zuid- en Oost-Europa. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dat hij zo hard gebruik maakt van gas als politiek wapen om Europa aan te pakken. Rusland, met zijn enorme gasvoorraad, is een van de belangrijkste gasleveranciers van Europa. Tot voor kort liep de hoofdroute voor dat gas via Oekraïne. Al voor de oorlog waren er problemen met doorvoer van gas door het land en daarom werd er gezocht naar andere routes. Sinds 2011 is er een noordelijke pijpleiding, de zogenoemde Nord Stream. Met gas voor Midden- en West-Europa. Rusland besloot intussen zelf om ook een zuidelijke pijplijn te bouwen, de South Stream. Een enorme pijplijn van 2500 kilometer die door 6 Zuid- en Oost-Europese landen loopt. De Russen zouden meebetalen, zo'n 50 miljard euro. Hier in Amsterdam, aan de Zuidas, staat het hoofdkantoor van South Stream. Als ze nou slim waren geweest, dan waren ze in Brussel gaan zitten om te lobbyen. De Europese Unie heeft namelijk een grote hekel aan South Stream. In Europa zijn ze er bang voor dat de Russen door de verkoop van dat gas aan Oost-Europa, dat ze daar weer veel te veel politieke invloed krijgen. En dus heeft Poetin eieren voor zijn geld gekozen en het project afgeblazen. Мы считаем, что позиция Еврокомиссии была неконструктивной. По сути, не то, что Еврокомиссия помогала бы в реализации этого проекта. Мы видим, что создаются препятствия к его реализации. Aan de wieg van South Stream stond een Nederlander. Nu adviseert hij de Russische gasgigant Gazprom. Kramer was erbij toen de eerste buis gelegd werd. Hij denkt dat Europa een fout heeft gemaakt door de pijpleiding tegen te werken. Ik denk dat Europa er de dupe van is. De mensen die aan het project werken, en dat zijn al inmiddels wel enige duizenden. Hè, een paar honderd hier op de Zuidas in Amsterdam. Maar belangrijker is natuurlijk nog dat het de relatie tussen Europa en Rusland verder kan verslechteren. En ik denk dat we daar geen van alle behoefte aan hebben. Maar velen in Europa zien dat anders. Die houden nu liever wat afstand van de Russen. De Russen hebben hun handelspolitiek, hun energiepolitiek, is gebaseerd op invloed uitoefenen, macht uitoefenen. Niet op basis van geld verdienen. En dat is natuurlijk voor Europa, West en Oost, iets wat je in de gaten moet houden. Dus liever onafhankelijk van Rusland. Maar dat is voorlopig een illusie. Op dit moment komt een derde van ons gas uit Rusland. Dat moet Europa wel kunnen bereiken. South Stream zou dat gemakkelijker maken. Zorg dat, net zoals bij ons hier, de gashaarden goed kunnen blijven branden. In Zuid-Europa hebben ze gemerkt wat er gebeurt als dat niet kan. En dat gunnen we helemaal niemand. Ja, de Russische economie. Politiek gezien rommelt het ook ineens in de achtertuin van Rusland. En hoe? In Tsjetsjenië, waar het dankzij een spijkerhard bewind lange tijd rustig was. Maar in Grozny vielen afgelopen nacht minstens 19 doden bij gevechten tussen veiligheidstroepen en opstandelingen. De hele ochtend proberen ordentroepen de islamitische strijders weg te krijgen. Ze hebben zich verschanst in kantoor- en schoolgebouwen. Midden in de nacht vielen islamitische strijders Grozny binnen. De vijanden van Rusland kwamen om wraak te nemen. Zeker 9 strijders en 10 agenten kwamen bij de gevechten om het leven. Het is de bloedigste aanval in maanden. Afgelopen jaren was het relatief rustig in Tsjetsjenië. Af en toe steekt het geweld door tegenstanders van Moskou de kop op.
Modehuis Max is failliet. Max is oorspronkelijk een Nederlands modemerk, maar zit inmiddels met 800 winkels in meer dan 50 landen. Het faillissement betreft de internationale keten en het bedrijf in Nederland, waar zo'n 550 mensen werken. Curator wil de winkels voorlopig open houden in de hoop dat het bedrijf met een nieuwe eigenaar een doorstart kan maken. In een park in Alkmaar is gisteravond een dode baby gevonden. Een voorbijganger zag het babylijkje in het park en waarschuwde de politie. Hoe de baby om het leven is gekomen is niet duidelijk. Het NFI doet onderzoek. 20 rechercheurs werken aan de zaak. De politie heeft 5 mensen opgepakt in verband met diefstal van vrachtwagens compleet met lading. De doorzoekingen in onder meer Deventer en Apeldoorn werden diverse gestolen trucks en opleggers gevonden. De verdachten boden zich namens een transportbedrijf aan om ladingen af te leveren bij klanten, maar gingen er vervolgens mee vandoor. Het EK voetbal voor vrouwen wordt in 2017 gehouden in Nederland. Nederland was het enige land dat aanbood dat EK te organiseren. Aan het EK doen 16 landen mee en het gastland is automatisch geplaatst. De Oranjevrouwen plaatsen zich vorige week voor het eerst voor het WK-voetbal dat komende zomer wordt gehouden in Canada. Een van de stadions waar in 2017 gespeeld wordt is het stadion van Sparta in Rotterdam. Daar ligt nu kunstgras, maar speciaal voor het EK komt er tijdelijk een echte grasmat. Onthullingen over het dopinggebruik in de topsport in Rusland gisteren allemaal te zien op de Duitse televisie. Het internationaal antidopingbureau WADA heeft onthutst gereageerd. Bijna alle Russische atleten zouden systematisch verboden stimulerende middelen gebruiken en daarbij hulp krijgen van het Russische antidopingbureau. De internationale dopingbestrijders noemen de onthullingen ongelooflijk schokkend. Staatsgeheim doping, hoe Rusland zijn kampioenen maakt. Dat is de veelzeggende titel van de documentaire die de ARD gisteravond uitzond. Het is een film van een uur met beelden die veelal werden opgenomen met een verborgen camera. Het dopinggebruik in de Russische topsport zou structureel en georganiseerd van aard zijn, beweert de ARD. Het Russische antidopingbureau Rusada vervalst testen, waardoor belangrijke sporters niet tegen de lamp kunnen lopen. Positieve plasjes worden weggegooid, coaches zijn betrokken bij grootschalige dopinghandel en atleten kopen internationale bestuurders om. Corruptie, smeergeld en de Russische regering zou ervan weten. NOC-NSF reageert geschrokken. Als ik kijk naar gisteravond wat er bekend is geworden, ja, dan schrik ik natuurlijk vooral van de wijze waarop het dan kennelijk in Rusland eraan toe gaat. Hè, tot en met de regering, dat er een systeem achter zit. Hè, er worden vergelijkingen getrokken met het voormalige Oost-Duitsland. Ja, dat zou natuurlijk niet goed zijn als dat inderdaad zo is. Ik vind het vooral buitengewoon vervelend voor onze atleten. Hè, want die gaan natuurlijk toch twijfelen of ze niet gewoon hadden kunnen winnen van die Russische atleten. De ene kant was ik niet verbaasd, omdat het enigszins gebaseerd is op informatie die reeds bekend is. Maar ik was zeer verbaasd dat de WADA, de World Anti-Doping Agency, zich het voordeed alsof het nieuwe feiten werden gepresenteerd. En dat zijn het niet? En dat zijn het niet helemaal, want de atleten die, of een atleet volgens mij die ook in het documentaire aan bod komt, die heeft volgens mij ook al contact gehad met de WADA. Hoe dan ook, het enige Nederlands IOC-lid, Camiel Eurlings, noemt de onthullingen buitengewoon ernstig. Hij pleit voor aanvullend onderzoek. Opnieuw, een zwarte Amerikaan die wordt gedood door een blanke politieagent. En ook opnieuw, die blanke politieagent gaat vrij uit. New York heeft zijn eigen Ferguson, het stadje waar het al wekenlang onrustig is. Ook in New York, nu woedende inwoners die niet begrijpen hoe dit kan. Al helemaal niet omdat het allemaal is vastgelegd op beeld. Heftig beeld. Overal waren ze te horen, emotionele leuzen tegen de uitspraak van de onderzoeksjury. Op hardhandige wijze hield de agent in New York de ongewapende Eric Garner aan voor de illegale verkoop van sigaretten. Een omstander filmde de arrestatie en het land werd getuige. You have video and you have audio and you can't get a conviction? What else you need? Eerder besloot een jury in Ferguson om een blanke agent niet te vervolgen voor de dood van een zwarte verdachte. Het veroorzaakt niet alleen woede, maar vooral een groeiend wantrouwen in het rechtssysteem. Honestly, I don't like the feeling of being able or not being able to walk out of my home and feel as if I'm okay.
as if the police that are on every corner of my neighborhood aren't going to harm me, my person or another. De regering Obama lijkt dit probleem te erkennen en heeft besloten een eigen onderzoek te starten. Garner's death is one of several recent incidents across our great country that have tested the sense of trust that must exist between law enforcement and the communities they are charged to serve and to protect. This is not a New York issue, nor a Ferguson issue alone. En dus begint de federale overheid met een eigen onderzoek. En dat gaat kijken of de burgerrechten van Eric Garner zijn geschonden. Het probleem is met deze federale procedures is dat de bewijslast erg sterk moet zijn. En dat maakt de kans op een daadwerkelijke vervolging een stuk kleiner. En wat de familie van Eric Garner dan nog rest, is een civiele procedure. Volgende week zaterdag is er een nationale demonstratie in Washington DC. De OV-chipkaart, internetbankieren, DigiD en smartphones. Allemaal veranderingen waardoor de samenleving steeds ingewikkelder wordt. En dan vooral voor mensen met een licht verstandelijke handicap. Het aantal mensen dat hulp nodig heeft, afgelopen 10 jaar zijn dat er 5 keer zoveel geworden. Rien Brakelee is 54 jaar. Of het nou regent, sneeuwt of hagelt en of die nou in Utrecht of buiten de stad moet zijn, hij doet alles op zijn brommer. Reizen met het openbaar vervoer, dat vindt hij te ingewikkeld. Ik heb er geen YouTuber van een openbaar vervoer. Het is ingewikkeld om een kaartje te kopen. Ja, ook dat. Maar meestal ging je naar zijn balie toe en je zegt tegen zijn balie, controleur waar je naartoe moest. En op een gegeven moment kreeg ik een kaartje in handen en dan kon je in de trein gaan zitten. En dan kwam de controleur langs, die knipte het kaartje af en die zijn er ook niet meer. Hij wil het wel weer een keer proberen. Er staat er wel een paar, maar ja, waar moet je op druk hier? Want hij was in principe naast het hokje. Probeer eens wat. Ik zal hier op proberen. Kijk, moet je kijken waar je overal moet lezen. Kijk, en dat is juist het moeilijkste wat er is. Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking is de afgelopen 10 jaar niet toegenomen. Maar omdat de samenleving complexer wordt, hebben steeds meer mensen hulp nodig. Mee Nederland ondersteunt mensen met een beperking. Er zijn steeds meer dingen die wij moeten doen via de computer, met apparaten. En dat betekent dat mensen met een licht verstandelijke beperking, voor wie het lezen moeilijk is, voor wie het begrijpen van apparaten en alle functies die daarbij horen heel erg lastig is, het steeds lastiger vinden om in onze samenleving mee te kunnen doen. Betalen met je pinpas, internetbankieren, Rien Brakelee doet er niet aan mee. Het is niet eenvoudig, want ik heb zelf geen computer. Ik vind het niks digitaal. Want vroeger hoorde je er niet over. En sinds die tijd gaan ze over digitaal en alles. Nou, voor mij mag het digitaal er allemaal uit. Veel te ingewikkeld. Veel te ingewikkeld. Ja, door naar het weer. Gerrit, is de kou al uit de lucht? Bijna. Nog 1 dag wachten. Het is inderdaad koud weer. Vandaag temperaturen zijn maar nauwelijks boven het vriespunt uit geweest. Op sommige plaatsen lag een heel dun vliesje ijs op het water. Dat is ook blijven liggen daardoor. Maar we hebben nog steeds een hele bewolkte toestand. De atmosfeer staat vrijwel stil. Nou, dat levert overigens, ja, je moet er wel naar zoeken. Maar hier en daar toch leuke landschapjes op die je kunt fotograferen. Zoals hier in de buurt van Wassenaar. Maar als we dan van boven kijken, dan zien we eigenlijk alleen maar 1 grote plak grijze bewolking. En dat levert trouwens op sommige plaatsen in Duitsland en in Oostenrijk ook problemen op. Want er is zoveel rijp ontstaan op bomen dat de takken gewoon naar beneden vallen. Zo zwaar zijn die geworden van het ijs wat daarop is ontstaan. Nou, dat is bij ons natuurlijk niet het geval. Het weer gaat wat veranderen, want we zien hier vanuit het westen een front dichterbij komen. Het is een zwak front, maar toch zal dat ervoor zorgen dat langzaam maar zeker de koude lucht wordt verdreven. En dat wij in toch weer wat zachtere omstandigheden terechtkomen. Duurt nog wel eventjes, want voorlopig hebben we nog te maken met uitlopen van het hoge drukgebied. Nou, al die bewolking is hier niet goed op te zien, maar u moet maar van mij aannemen dat hier in Midden-Europa nog bewolkt blijft. Maar hier komt een zwak front aan met een beetje regen morgen. En dat zal dan morgen in het westen, morgenmiddag in het westen van het land, een beetje regen kunnen opleveren. Eerst krijgen we de nacht. Eens even kijken. Dat betekent dat het nog steeds bewolkt blijft. Ook droog. Temperatuur die daalt naar iets onder nul. Het zal weinig schelen met de temperatuur van vandaag. Zo 0 tot min 2 kan het worden. En er is nauwelijks wind. Dan morgen. Dan begint de dag koud en grijs, zoals we inmiddels al gewend zijn. Maar vooral in de middag gaat het dan een beetje regenen in het westen van het land. Temperatuur loopt dan ook op 5 graden. In het oosten blijft het groot deel van de dag nog droog. Daar wordt het 2 graden. 1 graad misschien in de buurt van Enschede. En later dan zal het overal een beetje gaan regenen. Daarna dan is het zaterdag een dag met eindelijk weer eens wat zon.
En temperaturen die op 7 graden zitten. De nacht na zondag is dan wel koud met lichte vorst. Zondagmiddag gaat het weer regenen. En daarna is het wisselvallig met temperaturen bijna normaal. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De harde aanpak van uitkeringsfraude schiet door, zegt de nationale ombudsman. Steeds meer onschuldige Nederlanders worden er het slachtoffer van. Meer nieuws in Nieuwsuur om 10 uur op 2. Ik wens u een mooie avond.